Hallo allemaal, wij zijn aangekomen in Ibiza. Larissa, Serena en ik zitten hier 2 dagen en dit is onze hotelkamer. Het is nu al een klein beetje een zooi trouwens. Dit is een uitklapbed, dit is nog een bed, badkamer. We zitten trouwens in het Hard Rock Hotel. Hier zijn Larissa en Serena. Hallo! Hallo! Oeps, het beeld begint heel gek te doen. Ik weet niet... Ja, dat komt door het licht denk ik. En het is echt een super mooie kamer. We zijn nu net pas aangekomen, dus we hebben ons heel even omgekleed, opgefrist. En gaan straks eventjes de buurt verkennen. Dit is trouwens wat ik aan heb. Ik heb een playsuitje aan van de Bershka. En ik heb sandaaltjes van Rebecca Minkoff in het zilver. En dan heb ik ook nog een Rebecca Minkoff tasje. What else is new? En Larissa en Serena laten straks ook wel een outfit zien. Nou, we zijn weer een momentje verder. We hebben ons inmiddels weer omgekleed. De reden daarvan is omdat we eigenlijk gewoon foto's aan het shooten zijn. En we lopen nu eventjes richting de zee. We zijn een beetje aan het exploren hier. Het is gewoon echt super lekker. Hoe blauw de zee is. Ja. Insane. Een momentje. Super mooi. Nou, dit is hoe blauw de zee is. Ik zat net eventjes te spelen met de instellingen en dat ging niet helemaal goed. Dus zullen we maar even de teentjes erin dippen dan? Yes. Ik ben benieuwd of het warm of koud is. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen, dus ik ga ervan uit dat het koud is. Larissa en ik hebben dezelfde sandaaltjes aan van Rebecca Minkoff. Ik heb zilver, Larissa heeft zwart. En Serena zijn ook super vet. Van Gioseppo. Gioseppo, yes. Maar ik heb ook deze, heb ik nu ook besteld. Omdat ik ze voor jullie zo leuk vind. Nou, daar gaan we. Of ik ga als enige volgens mij. Oeh. Oeh. Ja, het is wel koud. Kom maar. Je hebt je sandalen aan, die moeten we even uit. Ik heb best een sandalen. Ik vind het best wel lekker. Kijk nou. Het is gewoon lekker. Het is echt niet koud hoor. Ja, valt wel mee. Lekker? Ja. Het is echt hartstikke lekker. En het is blauw en als ik nu een bikini aan had, dan zou ik even gaan zwemmen. Maar we moeten misschien even gaan omkleden dan zo. Nice. Natuurlijk hoorde je voeten. Oh shit. Nou ja. Ja, dan kan je er net zo goed helemaal in gaan. Nee? Ik ga even naar het blauwe gedeelte lopen, want dat is natuurlijk wel het mooiste gedeelte. Ik hou echt van de zee. Kom nou. Ze komen ook nooit, hè? Ik hoop dat als we straks een bikini zijn, dat ze dan wel meegaan. Maar heel vaak van ons drieën ben ik altijd de enige die midden in de zee staat. Dit keer letterlijk. Maar ik ga er wel weer even uit. Oh shit. Oké, dat was water in mijn kruis. Als je heel goed kijkt, zie je hier allemaal visjes zwemmen. Ik zal het wel niet tegen Larissa zeggen, want dan komt ze dus mooi het water niet meer in. Maar zie je ze? En ik zag net echt een best wel grote. Het is inmiddels avond geworden en we zijn net de auto uitgestapt. En we staan als het goed is in het nieuwe gedeelte van de stad. Die zijn Tara en Serena. Hallo. Hallo. En het is rond een uur of 6 denk ik. Dus we gaan even wat lekkers. Oh, 7 uur is het. We gaan even lekker avond eten. En ik heb best wel trek. Ik heb echt trek. Waar ben je zin in? Alles. Ik heb alles. Zin in steak en frietjes en pizza. En in echt een heel veel dingetjes. Oh, oh. Iedereen staat weer helemaal stil. Grappen maken is. En ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Het is een klein beetje afgekoeld, dus ik heb even een jasje aangedaan, Serena ook. En ja, we gaan even rondkijken. En we doen weer even een outfit of the night. Wat jurkje heb je aan? Is van Bershka. Yes. Sandaaltjes zijn nog steeds van Rebecca Minkoff. En ik heb mijn leren jasje mee van het merk Today. Tasje van Rebecca Minkoff. En een bril van Primark. En op je lippen? Bar Red van Estee Lauder. En ik heb aan een topje van Lofies van vorig jaar. Jasje is van Breathe Carolina. Shorts zijn van Urban Outfitters. Mijn sandaaltjes zijn ook van Rebecca Minkoff. En de tasje is van... De Tente. Een merk dat ik niet kan uitspreken. Het is een Frans merk. L'Atelier. L'Atelier. En we hebben alle drie dezelfde. Oh ja. Yay. Yay. Deze combinatie is niet echt super, maar ik had even een jasje nodig, omdat anders misschien te koud zou worden. Maar deze jurk is van Urban Outfitters, dit jasje is van Naked, nou, sandaaltjes is ook van Rebecca Minkoff, camera is van Canon en deze is van Michael Kors. En mijn bril? En mijn bril? Ray-Ban. We zijn gaan ze
zitten bij een restaurantje waar ik nu heel eventjes de naam niet van weet. Mocht ik het wel zien, dan laat ik het wel even zien in beeld. We hebben net ons eten besteld en iedereen is lekker aan het eten. Nom nom nom! Nou, eet smakelijk! Oh ja, en ik ben trouwens even voor safe gegaan. Ik heb gefrituurde kip met frietjes. Hier hebben we zalm met frietjes. Serena heeft een risotto. Evelien heeft zalm met aardappelpuree. Met truffel. Lamsrack met aardappelpuree met truffel en gilpuree. En we hebben natuurlijk sangria staan. En ik heb een glas met mojito. Nom nom. We zijn klaar met eten. En we zijn nu echt een te gek winkeltje ingedoken. En staat hier vol met allemaal gaaf. Lampjes en leuke interieurspulletjes. Ik ga het jullie even laten zien. Daar heb je Tara. Ja, dit is echt te gek. Je hebt hier allemaal vet mooie lampen. En het grappige is dat er een papegaai hier zit. Waar is die nou? Hij zit daar boven. Je hoort hem wel, maar... Hier rechtboven. Hallo. Oh, daar. Er zit daar een papegaai, maar dit is echt een te gekke winkel met allemaal mooie spulletjes en kommetjes en interieur. Ik zie allemaal leuke dingen. Moet je kijken hoe gaaf dit is. Echt te gek. Ik ga even verder lopen voordat die papegaai op me gaat schijten. Maar dit is echt een super leuke winkel. En hierachter hebben ze volgens mij een eetentje. Ja, dit is echt heel tof. Hier heb je nog meer spullen. Het staat hier echt ramvol met allemaal dingen. Nou, kleding hebben ze hier. Het is echt helemaal te gek. Echt vol met allemaal leuke dingen. En deze winkel heet Oliver, mocht je het afvragen. Super leuk in ieder geval. En we gaan nu even verder lopen in dit straatje. Even kijken wat we nog meer tegenkomen. We zijn momenteel in het oude gedeelte van Ibiza. En we lopen een beetje een schuine helling op. En we zien een soort van stenen muur. En daar gaan we nu zo onderdoor. En dat is een soort van gewoon de muur. Wat rondom het oude gedeelte van de Ibiza zat. Het ziet echt wel heel erg mooi uit. En we gaan nu hier overheen lopen. Het ziet er wel heel cool uit allemaal. Het is wel een heel leuk verschil te zien tussen het nieuwe gedeelte en het oude gedeelte. En ik glij een beetje weg op al deze steentjes. Dus je moet hier echt zeker geen hakken dragen, want die gaan helemaal kapot. En vanavond zijn we gewoon lekker aan het rondlopen, winkeltjes bekijken. Ik zie hier achter een ijsplekje, dus misschien kunnen we daar een ijsje halen. Ik heb eigenlijk ook wel echt heel erg gezellig om hier zo rond te lopen. Dus we waren net in het nieuwe gedeelte. En dit is het oude gedeelte, je ziet wel echt het verschil. Het is wel echt heel erg leuk om te zien allemaal. Wat klussen, hè? Ja. En vooral heel veel leuke winkeltjes en boutiquejes. Dus echt van alles te koop. En echt in die leuke Ibiza-stijl. En met Ibiza-stijl bedoel ik echt dit. Weet je wel, wit, veel stof, allemaal tierenlantijntjes. Ja, ik vind het tot nu toe wel echt heel erg leuk. Maar Laris, doet het je ook niet een klein beetje denken aan Mykonos? Ja, inderdaad. Dit stuk inderdaad. Dit oude gedeelte doet me inderdaad wel denken aan Mykonos. Maar dan iets minder wit. Hallo. Hoi. Ibiza. 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 Dit waren leuke shots dit zijn. Dit was fun. Dit was a lot of fun. Was it dit? Dit was a lot of fun. Yes. Was it a lot of fun? Yes. Oh! Goedemorgen, het is dag 2 in Ibiza en het is nu 10:00 ochtends. We gaan zo even ontbijten. Deze achter mij die probeert foto's te maken van palmbomen, maar de zon is op dit moment zo ontzettend fel dat we gewoon niet echt omhoog kunnen kijken. Het is nu al heel erg lekker warm, heet eigenlijk. Heerlijk! Ja, toch? Heerlijk! Heerlijk! Heerlijk. Oh, maar ik heb ook wel zin in een ontbijtje. Ja. Palmies! Ik ben echt helemaal glanzend, zag ik net. We moeten heel veel wachten op Serena. Risa chillt hem wel. Ja, het windje is wel windje waait. Heftiger dan gisteren, maar het is zo lekker. Ja. Dat had ik echt nodig. We staan nu in de buffetruimte voor het ontbijt. En ik zie echt super lekkere dingen. Het is echt crazy. Hier heb je passievrucht. Dat is echt wel heel chill. Lekkere fruitjes. Maar wat ik ook zag is... een chocoladetaart voor ontbijt. Cheesecake volgens mij. Of karamel. Wauw, super lekker. Wat is dit? Rice with milk. Yeah.
croissants. We hebben ook gehoord dat je hier churros hebt. Allemaal broodjes. Hier staat terrein. Ik ben gewoon in de war. Oh no! Weet je nog dat we in Las Vegas waren? Toen hadden we ook een keer zo'n buffet. Alles is hier gewoon. Moet je kijken, gewoon lekkere worstjes. Churros en wafels en ik weet niet wat dit is. Oh, dit is geflambeerde banaan. Jongens, als je hier gewoon lang blijft, word je zo ontzettend dik. Dit is toch ook al super cool. Hier staat er water en prosecco in. We hebben hier een bardia, een band. Cupcakes. Oké, wie wil dit voor ontbijt hebben? Moet je kijken, allemaal zoetigheid. En voor de kids. Zo, ik ben eindelijk van het ontbijtbuffet weg. Ik ga even laten zien wat ik heb gekozen. Lekkere scrambled eggs met tomaat en bacon. Ik heb hier meloentjes, fruit, kiwi, stukje wafel. Ik had ook een French toast, maar die heb ik al op. Een passievruchtje, appelsap die heb ik ook al opgedronken en thee. En hier zit Serena weer lekker te ontbijten. Evelien, hier komt Janine en hier is Tara lekker aan het eten. We zijn vandaag een beetje op pad aan het gaan om Ibiza een beetje wat meer te leren kennen. We zijn nu aan het rondrijden en heel veel gestopt bij een klein supermarktje om wat eten te halen. En dat is super chill, want Ibiza is best wel duur. En dan kan je hier gewoon lekker goedkoop broodjes halen en fruit en dergelijke. Dus daar is de supermarkt. En hier rechts, dit is een berg met zout, want hier zijn ze zout aan het drogen. Dus super leuk. We zijn samen met Janine en Evelien van ons mediabureau. En we krijgen allemaal goede tips binnen van ze. Dus heel erg leuk om Ibiza samen met hun te verkennen. En ja, ik ga ook even naar binnen om te kijken of ik een broodje kan scoren. Van die zoutberg hiernaast, dat was van Sal de Ibiza. En ze hebben hier allemaal zout, maar met smaakjes. Dit is bijvoorbeeld met bloemen. Super cool ziet het eruit. Het ziet er zo mooi uit als je het in de keuken neerzet. Ik wil dat ik wil het allemaal wel hebben. Zout met limoen, zout met hibiscus, zout met muziek. Smoky barbecue smaak, hibiscus. Ja. We hebben even broodjes gehaald en we lopen nu naar een strandje toe. We gaan verschillende strandjes bezoeken. En ze hebben allemaal een andere sfeer, zei Evelien, dus ik ben heel erg benieuwd. Het ziet er nu al heel relaxed uit hier, heel tropical. Kijk, leuk. Heel veel bij een strand, een tijdje achter ons. Ik heb hem nu niet op mezelf gericht, want ik ben aan het smelten, dus ik film Larissa. En we willen even afkoelen omdat het dus zo heet is. Maar we moeten even over deze steentjes klimmen en dan kunnen we bij het water. Durf je het aan? Het wordt wel spannend. Ik zie het misgaan, maar... Kijk. We zijn er! Oh, wow. Ik denk dat hij wel lekker zitten. Ja. En daarachter zit dus een tentje waar we zitten. Zal ik zo even filmen van dichtbij. En hier zitten we even bij het water. We hebben even een ijsje besteld. Tenminste, ik heb ijs besteld en de rest een drankje. We hebben cocktails besteld. En dit is mijn ijs, aardbei met kokos. We zitten dus bij Experimental. En kussentjes zijn hier blauw. Het ziet er allemaal super lekker. Gewoon gezellig uit. En hij is lekker, Liz. Deze is lekker. Ja? Deze moet je echt proeven. Echt lekker, deze. We staan nu in het winkeltje die bij dit strandclubje hoort. En we zien echt super leuke dingen. Deze is echt leuk. Echt heel erg duur. Ja, prijzen zijn insane. Dit is echt €275. Hij is wel echt super leuk en gedetailleerd. Maar... En deze? Deze is ook echt geweldig. Hou je vast hier? Ja. Opene mouwtjes. Open schoudertje. Maar hij is... Deze is 160. Ja. Het is zeg maar normaal voor Ibiza prijzen, maar ik vind het wel een beetje pittig. Ja, maar het is wel heel leuk. Oh, deze is ook geweldig trouwens. Hoeveel kost die, denk je? I don't know. Maar... Hier zit een kaartje. Oh, er staat geen prijs op, hij is gratis. Deze is ook super mooi, deze. Die is ook echt super leuk, deze. Er staat geen prijsje op. We staan nu in het stadje en ik was hier even aan het kijken voor foto's en toen zag ik in één keer iets super schattigs. Je kan het een beetje achter mij misschien al zien, maar ik ga het even laten zien beter, want het is echt heel erg leuk. Ik keek naar boven en hier zit een super schattig katje zo lekker door de reling van het balkon te chillen. Kijk hem dan. Oh, dit is toch te schattig, jongen. En hij keek net naar ons en hij kijkt naar de diertjes. Te cute.
De kitty! En het is inmiddels alweer een uurtje of 6 of zoiets. Nee, 6:30 ongeveer. Dus we gaan nu weer terug naar de auto lopen. Naar het hotel. En dan gaan we eventjes douchen en omkleden. En dan is het alweer zo tijd om terug naar het vliegveld te gaan. Je wilt nu weten hoe graag we eigenlijk heel graag hier willen blijven. Maar het waren twee echt superleuke dagen. Ik moet zeggen dat ik me wel weer helemaal opgeladen voel. En dat 2 dagen zon dus echt best wel veel wat met je kan doen. Dus ja, helemaal leuk. Hallo! Nou, zoals jullie zien zitten we weer in het vliegtuig. Ja, je kan het zien. En we gaan weer terug naar huis. Super jammer, mega leuk gehad. En ja, we hopen dat jullie het leuk vonden om naar onze Ibiza vlog te kijken. Doe vooral een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En laat even weten of je ook wel eens in Ibiza bent geweest. Wat jouw Ibiza tips zijn bijvoorbeeld. Laat het even weten in de comments. En vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie snel weer in de volgende video. Doei!